Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedemorgen mensen, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Donderdag 8 juli 2021 en Wout van Aert heeft de Mont Ventoux bedwongen en gewonnen. Ja, geweldig. Wat een mooie wielerwedstrijd. Wat weer een sportzomer. Mensen, het Tour de France, ja, het is geweldig. Bauke Mollema had zijn zinnen gezet op de toeretappe die 2 keer over de Mont Ventoux voerde. Maar de Belg Wout van Aert was gisteren oppermachtig in de Alpen. Ja, zeker weten. Ik heb het gezien op de Belg. Nou, die mannen waren enthousiast. Ja, dat was geweldig. En er kwam er natuurlijk nog een potje voetbal. Inbreng, Nederlandse scheidsrechter. Vonden jullie het een penalty? Ja, de Engelsen hebben wel gewonnen, wel verdiend hoor. Ze waren beter, maar ik vond het toch wel sneu voor die Schmeichel. Hij had hem in eerste instantie, had hij hem. En die aanvoerder van Engeland, die trapte hem er alsnog in. Ze waren klaar. Het was afgelopen, ze konden naar huis. Ze konden naar huis, ze hebben het goed gedaan, de Denen. Echt geweldig, proficiat, maar... De finale wordt dus Italië-Engeland. Ja, Engeland heeft natuurlijk het thuisvoordeel in het geweldige stadion Wembley. Oh, wat ik ook mooi vind is dat ze dan, als de tweede helft begint, dan gaan ze dat volkslied opnieuw zingen. Hè. Oh, dat was ontroerend, geweldig, mooi. Een bloemenzee in Amsterdam, je begrijpt waarom. Ja, een of andere rapper. Een rapper. Wordt gezien als mogelijke schutter. Ja. Gangsters. Gangsters. Gangster rap. Sport. Hou het maar een beetje bij sport. Misschien ook een beetje regionaal nieuws. Laat het kantje maar wat gewoon door. En een brasserie aan de deel levert bijzondere bijdrage aan Nieuwplein en Meloord. Ja, jongens. En vanavond natuurlijk geen voetbal, maar de KNVB gaat voor Louis. Geen slechte keuze, zou ik zeggen. Hij is wel een eigenaardige kneuter. Maar hij heeft toch wel vaak resultaat bij München en, ja, en bij Ajax. Nederland zelf al vorige keer, dat was ook was met de inbreng van die keeper, hoe heet die, met de penalties erin werd gebracht. Ja, hij durfde wel beslissingen te nemen. Ik geloof niet dat hij Memphis Depay had opgesteld. Nou ja, we houden het maar een beetje kort. EK van de lach en de hartstocht. Ja, de einduitslag staat er niet in. Het is, ze waren nog bezig. En na 90 minuten stond het 1-1. En dan moet je maar naar de site van de Stento gaan om het vervolg te zien. Nou, je kan ook kijken. Ze hebben Engels hebben gewonnen. Einde van de eerste verlenging. Penalty. Nou ja, in ieder geval, we houden het weer voor gezien. Het is morgen vrijdag en vandaag donderdag. En het is mooi weer. Ik zou zeggen, mensen, hou je haaks en doedeledoekie.